Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Nienke. Vorig jaar is in het lijf van Nienke een tumor, een gezwel ontdekt. Gelukkig was dit een goedaardige variant. Was dit tijdig ontdekt? Kon dit behandeld worden? Is er nu niks meer aan de hand? Ze is schoon verklaard. Maar Nienke is uiteraard wel enorm geschrokken. En Nienke wil graag weten of ze op het ontstaan van nieuwe tumoren, nieuwe gezwellen in haar lijf en dan mogelijk ook kwaadaardige varianten, of ze daar met haar voeding enig invloed op heeft. Het voorkomen daarvan uiteraard, hè? Want dan wil ze dat graag weten, want dat dit zoiets opnieuw ontdekt wordt, dat wil ze met alles wat maar in haar mogelijkheid ligt zien te voorkomen. Dus wil Nienke graag weten, heb ik enig invloed op het voorkomen van het ontstaan van nieuwe tumoren in mijn lijf? En zo ja, welke invloed is dat dan? Dat is de vraag van Nienke. Nou, Nienke. Dat cellen in je lijf na schade, en dan hebben we het over schade aan hun celmembraan, daarop reageren met een ontstekingsreactie, met als doel van die ontstekingsreactie, ja, die schade snel maar weer te herstellen. En het gat wat dan kan zijn ontstaan, een hoogdoorlaatbaar celmembraan, dat moet niet gebeuren, dat moet dan weer gedicht worden. Dat gebeurt, dat is logisch, want wanneer cellen niet reageren op schade aan hun celmembraan middels een ontstekingsreactie, waar dan het dichten van dat gat bij wijze van spreken het gevolg van is, dan zul jij bij elke willekeurige beschadiging ergens in je lijf, zal die schade blijven bestaan en is er binnenkort niks meer van je over. Dus dat is logisch en kan je ook niet voorkomen dat er regelmatig ergens in je lijf cellen, celmembranen beschadigd raken en dat daar ontstekingsreacties op volgen met als doel die schade te herstellen. Dat is overleving. Alleen, wat niet wenselijk is, is dat die schade veelvuldig ontstaat, zo vaak en zoveel ontstaat, dat de cellen die beschadigd zijn geraakt niet goed in staat zijn om al die reacties uit te voeren en vervolgens die schade ook wel te herstellen, dan dan kan ook behalve het buitenste membraan van je cellen, kunnen alle membranen in beschadigde cellen beschadigd raken, inclusief het membraan omheen de celkern, daar waar het genetisch materiaal, het DNA van die cel aanwezig is. En zodra dat aan de orde is, wanneer zo vaak en zoveel schade aan de membranen van een cel is ontstaan, dat die cel daar met ontstekingsreacties niet goed op kan reageren en die schade kan herstellen en dus ook membranen binnenin die cel beschadigd beginnen te raken en dus ook het genetische materiaal, het DNA in die cel beschadigd raakt, veelvuldig, dan gaan cellen proberen te overleven door celdeling uit te gaan voeren. Ze gaan groeiprocessen uitvoeren en ze gaan zichzelf dan delen. Want ja, ze zijn bijna dood, bij wijze van spreken. Dat is iets wat, zo is je lichaam geprogrammeerd. Maar hoe zit het normaal gesproken? Normaal gesproken, wanneer een cel
in een weefsel. En die cel is omgeven door allerlei andere cellen. Zich gaat delen als reactie op veelvuldige schade en vervolgens ook schade in die cel en aan de membranen in die cel en ook het genetisch materiaal. Wanneer zo'n cel, zo'n zieke cel, dus eigenlijk die bijna dood gaat, zich gaat delen, normaal gesproken staat een cel in een weefsel in contact met de buitenwereld. Deze staat in contact met de cellen om die cel heen in datzelfde weefsel, maar staat ook in contact met cellen in hele andere delen van je lijf. Want al je cellen bezitten een celmembraan. En dat celmembraan, dat is een membraan wat hoofdzakelijk bestaat uit fosfolipiden. Dat zijn membraanvetten. Maar tussen die membraanvetten zitten ook membraaneiwitten, glycoproteïnes en cholesterolmoleculen gevestigd. Waaronder receptoreiwitten. Dat zijn membraaneiwitten waarmee cellen in staat zijn om informatie te ontvangen, uitdelen, heel verderop in je lijf. En dus in contact te blijven met de buitenwereld. En er zijn ook transmembraanreceptoren die gaan van binnen in een cel door dat celmembraan richting een omliggende cel. Die heeft ook zo'n transmembraanreceptor en die staan in verbinding met elkaar. Dus cellen in een weefsel staan in verbinding met omliggende cellen en met hun buitenwereldcellen elders in het lijf met behulp van membraaneiwitten, receptoren, transmembraanreceptoren die dus helemaal daar doorheen gaan door dat celmembraan en receptoren die zeg maar buiten het celmembraan uitsteken. Dankzij die verbinding en het contact met de buitenwereld kan ervoor gezorgd worden, het is prachtig mooi geregeld in je lijf, dat wanneer een cel veelvuldig beschadigd is geraakt en dus ook de membranen in die cel en het DNA beschadigd is geraakt, die cel een zieke cel is geworden en die wil zich gaan delen, ja, dat gaat dan ten koste van de algehele functie van dat weefsel. Maar dat wordt opgemerkt middels die receptoren, die transmembraanreceptoren, waarmee die cellen in verbinding staan met omliggende cellen. Ja, die gaan opmerken dat er een zieke cel in hun omgeving aanwezig is. En waar kan dan voor gezorgd worden? Er kan dan voor gezorgd worden door die verbinding tussen cellen met nabijgelegen cellen, dat die zieke cel zich niet gaat delen, aangemerkt wordt als zieke cel, herkend kan worden als zieke cel door de cellen van je afweersysteem en die zieke cel tijdig uit dat weefsel geplukt wordt en vernietigd wordt, zodat die cel zich maar niet gaat delen. Op die manier, vanwege dat mechanisme, dat die cellen dus met behulp van die membraaneiwitten, waaronder membraaneiwitten waarmee ze in direct contact staan met de cellen om hen heen, waarbij celdeling van zieke cellen, wat heel nadelig is voor omliggende cellen, tegengehouden kan worden en die cellen gewoon uitgehaald kan worden en vernietigd kan worden, ja, kan dus het ontstaan van tumoren, gezwellen, waaronder ook kwaadaardige varianten, zoveel mogelijk voorkomen worden. Maar dat kan niet wanneer cellen die aanwezig zijn in een weefsel, die dus normaal gesproken met behulp van die membraaneiwittenreceptoren in contact staan met zowel cellen elders in het lijf, maar ook dus met nabijgelegen cellen, wanneer die cellen het contact met de buitenwereld hebben verloren. En dus specifiek die membraaneiwitten, die receptoren
toren waarmee ze normaal gesproken in contact staan met de buitenwereld. En dus het delen van zieke cellen, wat nadelig is voor de werking van het gehele weefsel, tegengehouden kan worden wanneer die membraaneiwitten beschadigd zijn geraakt. En niet tijdig vervangen kunnen worden door nieuwe onbeschadigde membraaneiwitten, nieuwe receptoreiwitten en dat contact weer hervonden, weer opnieuw aangelegd kan worden, dan kunnen zieke cellen zich dus wel ongereguleerd en ongeremd gaan delen ten koste van alle cellen om hen heen, de werking van dat gehele weefsel waarin die zieke cel zich aanwezig is, zich begeeft en je algehele gezondheid. Dat is dus wanneer je cellen het contact met de buitenwereld hebben verloren en dat is wanneer die membraaneiwitten, die receptoreiwitten beschadigd zijn geraakt en niet tijdig vervangen hebben kunnen worden door nieuwe onbeschadigde varianten. Dus wil jij weten wat jouw invloed is op het ontstaan van nieuwe tumoren, nieuwe gezwellen in je lijf, wat dus het gevolg is van cellen die het contact met de buitenwereld hebben verloren en die dan vervolgens wel die celdeling kunnen gaan uitvoeren en dan ook ongereguleerd en ongeremd, dan is dat dus de invloed die jij hebt op het wel of niet tijdig vervangen van die membraaneiwitten, die receptoren, waarmee je cellen het contact met hun buitenwereld kunnen behouden. Die invloed, die heb je. Dus dat is enige invloed. Want op het herstel van beschadigde moleculen in jouw lijf, in de cellen in jouw weefsels, daarop heb je enig invloed. Dus dat is de invloed die je enigszins uit kan oefenen. Dus moeten we het daarover gaan hebben. Alle cellen in je lijf, dat zijn dus allemaal cellen met een celmembraan, hoorde je net, hè? Zijn in staat om twee soorten processen uit te voeren. Katabole afbrekende processen en ook anabole opbouwende en herstellende processen. Gedurende de uitvoering van katabole afbrekende processen worden grote voedingsstofmoleculen, waaronder eiwitten en ook beschadigde membraaneiwitten, membraanmoleculen, opgenomen in je cellen, afgebroken tot kleinere delen in de lysosomen, afbraak- en afvalblaasjes van je cellen. En gedurende de uitvoering van anabole processen, dat zijn opbouwende en herstellende processen, worden uit kleinere delen nieuwe grote voedingsstofmoleculen, waaronder nieuwe eiwitten, waaronder nieuwe membraaneiwitten, waaronder ook nieuwe receptoreiwitten. De receptoreiwitten waarmee cellen in contact staan met cellen helemaal elders in je lijf. En ook die transmembraanreceptoren waarmee ze in direct contact, directe verbinding met nabijgelegen cellen staan. Die worden gevormd gedurende de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen. Dat is dus nodig om de contact met de buitenwereld te kunnen behouden, hè? Gedurende die anabole processen worden ook vesicles, transport- en secretie-uitscheidingsblaasjes gevormd. Dat zijn blaasjes die ook een lipidenmembraan bezitten, bestaand uit dezelfde moleculen als het celmembraan van je cellen bestaat. Worden die gevormde nieuwe moleculen, nieuwe eiwitten, nieuwe membraaneiwitten, waaronder die receptoreiwitten, die transmembraanreceptoren, in die vesicles, die transport- en secretieblaasjes verpakt. En dit wordt dan gezamenlijk uitgescheiden richting het celmembraan. Dat kan
versmelten dat vesikel met het celmembraan. En nadat dat heeft plaatsgevonden, dat anabole stofwisselingproces heeft plaatsgevonden, met gedurende dat proces die nieuwe membraanmoleculen gevormd en verpakt in die vesikels, en dat is uitgescheiden richting het celmembraan, versmolten met het celmembraan, dan bezitten je cellen dus weer nieuwe onbeschadigde membraan eiwitten, membraanmoleculen, waaronder receptoreiwitten. Receptoreiwitten waarmee ze in contact staan met cellen helemaal elders in het lijf. En dus ook die transmembraanreceptoren waarmee ze weer verbinding kunnen maken met nabijgelegen cellen. En dan, ja, hebben ze weer contact met de buitenwereld. Dat is dus nodig om het ontstaan van gezwellen, tumoren, zoveel mogelijk te voorkomen. Want wanneer cellen gewoon in contact staan met de buitenwereld, dan kunnen ze dus door hun buitenwereld nabijgelegen cellen tegengehouden worden, aangemerkt worden als zieke cel en door het afweersysteem opgeruimd worden wanneer die cel zich wil gaan delen. Dat is dus afhankelijk van of cellen in staat zijn om, na uitvoering van katabole afbrekende processen en dus het opnemen van grote voedingsmoleculen, waaronder eiwitten, waaronder beschadigde membraanmoleculen, waaronder beschadigde membraan eiwitten, waaronder beschadigde membraanreceptoren, in hun cellen afbraak tot kleinere delen, en of ze dus dan ook wel in staat zijn om, na dat katabole afbrekende deel in de afbraak van die beschadigde moleculen, ook wel in staat zijn om dat anabole deel uit te voeren op bouwende en herstellende processen, dus de vorming van nieuwe grote voedingsstofmoleculen, waaronder de vorming van nieuwe eiwitten en dan ook wel specifiek membraaneiwitten, specifiek receptoreiwitten en die transmembraanreceptoren en die vesikels waarin dat verpakt kan worden en meer uitgescheiden kan worden. Wanneer je cellen daartoe in staat zijn, is er dus niks aan de hand en kunnen beschadigde membraaneiwitten, ook membraanreceptoren, tijdig vervangen worden door nieuwe onbeschadigde varianten en kan het contact met de buitenwereld gewoon blijven bestaan. Maar wanneer dat niet goed verloopt, dan worden dus beschadigde membraanreceptoren in de cellen opgenomen, afgebroken tot kleinere delen, kunnen die niet goed vervangen worden door nieuwe onbeschadigde varianten en dan zullen je cellen dus het contact met de buitenwereld verliezen? Zullen ze, wanneer ze veelvuldig beschadigd zijn geraakt en ook hun DNA beschadigd is geraakt, gaan delen? En dan kunnen ze dus niet door hun omgeving tegengehouden worden. Ja, dat moet je dus niet hebben. Dus moet het gaan hebben over wanneer je cellen wel of niet in staat zijn om die anabole processen, waar dus het opnieuw vormen van die membraanmoleculen, membraanreceptoren waarmee ze in contact kunnen blijven staan met de buitenwereld, van afhankelijk is wanneer dat wel goed verloopt, wanneer dat niet goed kan verlopen. Anabole opbouwende en herstellende processen kunnen enkel meteen, en dat wil je, na uitvoering van die katabolen, want gedurende die katabolenprocessen worden die beschadigde membraanreceptoren uit de celmembranen gehaald en afgebroken. Ja, dan verliezen de cellen dus eventjes contact met de buitenwereld. Dus er moet snel weer een nieuw membraanmolecuul gevormd worden en weer dat contact weer herleggen, zeg maar. Die anabolenprocessen, je cellen zijn afhankelijk van vocht en bouwstoffen om die te laten plaatsvinden. En die zullen ze dan wel proberen uit de weefselvloeistof te halen, steunweefsels te plukken. En de doorbloeding na dat beschadigde deel zal toenemen. Maar wanneer simpelweg vocht ontbreekt daar en bepaalde bouwstoffen ontbreken daar die nodig zijn om die nieuwe moleculen te vormen, die nodig zijn om die cel, die beschadigde cel, weer in contact, zodat die weer in contact kan komen te staan met nabijgelegen cellen in de buitenwereld. Wanneer de bouwstoffen daarvoor simpelweg ontbreken, ja, dan kunnen die membraanmoleculen niet gevormd worden, die vesikels niet gevormd worden, kunnen die niet in de celmembraan geplaatst worden, kunnen je cellen dus contact met nabijgelegen cellen in de buitenwereld verliezen, kunnen ze dus wel ongeremd gaan delen. Dat wil je niet. Dus
Wat is jouw invloed? Nou, ervoor te zorgen dat wanneer, want dat gaat gebeuren, er cellen in je lijf beschadigd raken, celmembranen in je lijf beschadigd raken, dat dan altijd daar wel voldoende vocht en bouwstoffen aanwezig zijn, zodat die cellen wel in staat zijn om meteen na schade beschadigde membraaneiwitten, waaronder receptormoleculen, waarmee ze in contact staan met de buitenwereld, te vervangen door nieuwe varianten. Dat is jouw invloed. En hoe doe je dat? Er zijn een flink aantal bouwstoffen essentieel. Dat wil zeggen, kan je lichaam niet zelf vormen. Dus raakt een cel ergens in je lijf beschadigd. En die heeft dan dus vocht en bouwstoffen nodig. En die probeert hij uit de omgevingsvloeistof te plukken, te halen. Maar jouw voeding veroorzaakt al een heel tijdje tekorten in bepaalde essentiële varianten van bouwstoffen. Stoffen die je lichaam niet zelf kan vormen. Dan ontbreekt simpelweg die bouwstof die beschadigde cel nodig heeft. En dat is dus jouw invloed. Wanneer jij er met je voeding, ja, op elk moment dat je iets eet, hè, zoveel mogelijk voor zorgt dat vocht en de essentiële varianten van bouwstoffen in dat wat jij eet, zo goed mogelijk aanwezig is, zo compleet mogelijk aanwezig is, dan draag jij dus voortdurend bij aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële varianten van bouwstoffen in je lijf. Is de kans het groot dat beschadigde cellen kunnen beschikken over voldoende vocht en bouwstof om meteen naar schadeherstelprocessen uit te gaan voeren en dus meteen naar afbraak van beschadigde membraanmoleculen deze ook wel te vervangen door nieuwe onbeschadigde varianten, verklein jij de kans dat dus cellen contact met hun buitenwereld verliezen. Ja, en dan kan dat mechanisme gewoon doorgaan. Dat mechanisme wat ervoor zorgt dat nabijgelegen cellen, dode cellen, zieke cellen kunnen aanmerken en jouw systeem het opruimt. Dat wil je dus. En dat kan je enkel beïnvloeden in enige mate door zo goed mogelijk bij te dragen aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële varianten van bouwstoffen in je lijf, zodat herstelprocessen na schade, want schade voorkomen, dat kan je niet, zo goed mogelijk, zo compleet mogelijk uitgevoerd kunnen worden, zodat de cellen in je lijf zo snel mogelijk na schade gewoon weer contact kunnen houden met de buitenwereld. Dat is dus heel belangrijk.